Goedenavond. Dit is het NOS Journaal op 3 van donderdag 18 maart. De dag dat er in ieder geval voorlopig een einde kwam aan de nieuw verworven vrijheid van de lepelvrouw. Zo wordt de 35-jarige Hulda K. genoemd, omdat ze 3 weken geleden op spectaculaire wijze wist te ontsnappen uit de koepelgevangenis in Breda. Met een lepel groef ze een tunnel van 1,5 meter vanuit de keuken van de gevangenis naar de straat. Lang heeft de vrijheid niet geduurd. Gisteravond werd ze opgepakt in een huis in Helmond. Ze zit nu weer vast voor een dubbele poging tot moord. Toch is er ook nog goed nieuws voor Hulda. Het is namelijk niet waarschijnlijk dat ze extra straf krijgt. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar in Nederland is ontsnappen uit de gevangenis niet verboden. Ontsnappen is niet strafbaar. De overheid is verantwoordelijk als iemand ontsnapt. En als iemand zonder geweld te gebruiken, dus zonder strafbare feiten te plegen, ontsnapt, is dat niet strafbaar. Gebruikt hij geweld, dan is dat natuurlijk wel strafbaar. Waarschijnlijk geen extra straf dus, maar strafvermindering kan Hulda ter buik schrijven. De 8 jaar die ze kreeg voor de 2-voudige poging tot moord moet ze waarschijnlijk helemaal uitzitten. En ook de weken die ze buiten de gevangenis verbleef. Alle tijd dus om in de gevangenis alvast te beginnen aan het boek en het filmscenario. Er was meer nieuws, een overzicht. Millie Boele was al dood toen de politie melding kreeg van haar vermissing. De buurman die een bekentenis heeft afgelegd zegt dat hij het meisje vorige week woensdagavond tussen 6:30 en 9:00 heeft vermoord. Dat heeft de burgemeester van Dordrecht vanavond bekendgemaakt. Vandaag is er ook sectie verricht op het lichaam van Millie. De uitslag over de precieze doodsoorzaak komt morgen. Bij een ernstig ongeluk in Bocholt in België zijn vanmiddag 4 fietsers doodgereden door een tractor. De bestuurder zei dat hij verblind werd door de laagstaande zon en de fietsers niet heeft gezien. Alle slachtoffers zijn Belgische senioren die lid zijn van een fietsvereniging. Ze maakten een fietstocht op de eerste mooie lentedag. Nieuwe ontwikkeling in de mysterie rond alle branden in Veendam. De politie is nu op zoek naar 2 jonge mannen die misschien iets met de brandstichtingen te maken hebben. In de nacht van zondag op maandag zijn de 2 gezien op het dak in een winkelstraat. Vlak daarna ging een winkel in vlammen op. En voor de liefhebber, het Koninklijk Huis heeft sinds vandaag een eigen YouTube-kanaal. Er staan nu zo'n 100 filmpjes op. Volgens de RVD worden er regelmatig nieuwe filmpjes aan toegevoegd. Nepagenten die vrachtwagenchauffeurs overvallen. Verkeersorganisaties maken zich er grote zorgen om. Ze pleiten daarom voor een kaart waarmee ze een stopsignaal van de politie niet meteen hoeven op te volgen. We spraken een chauffeur die werd overvallen door nepagenten. Ik ben Niels Groot en ik ben 3 jaar geleden ben ik overvallen in Frankrijk, boven Parijs. Nou, ze hebben mij gewoon aangehouden, heel formeel. Dus het gaat dat ik aan de naar de zijkant toe moest en ze hebben me dus staande gehouden. Dan hebben ze mij gevraagd of ik de papieren wou laten zien. Nou, dat ging allemaal heel formeel, dus ik heb die papieren ook laten zien. Maar al snel werd duidelijk dat het helemaal geen controle was. Pakten ze me vast en zei, ga maar achterin liggen. Nou, het eerste wat je dan zegt is van, dat ga ik niet doen. Dat als ze met 5 man achter je staan met een shotgun tegen je hoofd aan en zeggen van, ga maar achterin liggen, anders gaan er hele andere dingen gebeuren. Terwijl zijn vrachtwagen werd leeggehaald, zat Niels urenlang opgesloten in de kofferbak. Goederen worden steeds beter beschermd. Die vrachtauto's die hebben natuurlijk alarmsystemen, die hebben allerlei manieren waarmee de lading wordt beveiligd. De chauffeur is de zwakke schakel. Overvallen door agenten kwamen al voor in het buitenland, maar sinds een paar maanden is het ook al een aantal keer in Nederland gebeurd. Vooral chauffeurs met een zogenoemde diefstalgevoelige lading, die zijn slachtoffer van dit soort overvallen. Dan moet je denken aan computeronderdelen of sigaretten. De vervoersorganisaties die willen daarom dat zij zo'n papiertje kunnen laten zien, waarop staat dat ze best willen stoppen voor de politie, maar pas bij de eerstvolgende politiepost. De politie wil niets toezeggen, maar gaat hierover wel in overleg met de vervoersorganisaties. Ze raadt chauffeurs die het niet vertrouwen aan 112 te bellen. Ik denk niet dat je er veel aan kan doen. Dat soort mensen die zijn zo gehaaid en als ze je willen hebben, pak ze toch wel. Het is iets waar elk land graag vanaf wil, kernafval. Maar voorlopig moet al het kernafval dat wij in Nederland produceren toch echt op eigen bodem worden opgeslagen. Bij de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval, het COVRA, in Zeeland. Door de groeiende energiebehoeften is kernenergie niet langer taboe. Maar het probleem blijft de opslag. Opgebrande splijtstofelementen gaan eerst naar het buitenland. Daar haalt een opwerkingsfabriek nog bruikbare stoffen zoals uranium uit het afval. Het kernafval uit Dodewaard, de kerncentrale die sloot in 1997, ging naar Engeland. Het afval uit Borselen naar Frankrijk. Deal is dat het na verloop van tijd wel weer terugkomt. Zoals gisteren,
28 vaten hoog radioactief afval uit Engeland. Het is levensgevaarlijk spul voor nog zeker vele tienduizenden jaren. Het wordt opgeslagen in Zeeland, een gebouw met muren van 1,70 meter dik. Hier kan de komende 100 jaar al ons radioactief afval terecht. Maar een definitieve opslag is het niet. En die bestaat ook nog niet. Duitsland probeerde het in een oude zoutmijn, honderden meters onder de grond. Maar het grondwater tast de vaten aan, waardoor ze radioactief afval zijn gaan lekken. En dus wordt wereldwijd nagedacht over een betere oplossing. De kiesraad heeft de lijst bekendgemaakt van de partijen die zich hebben laten registreren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het zijn er erg veel. Maar liefst 61 partijen hebben zich aangemeld. Bij de vorige verkiezingen deden maar 24 partijen mee. Op de lijst zijn vandaag nog enkele opvallende namen toegevoegd. Partij van het Niks bijvoorbeeld, of Stem van Jezelf. De Piratenpartij en lijst 0 van BNN. Maar na kritiek heeft de omroep laten weten die partij op te heffen. Het tv-programma lijst 0 gaat wel door. De winnaar van de politieke talentenjacht kan nog zonder een partijnaam aan de verkiezingen meedoen. Dat was vandaag. Morgen leest de paus een brief voor met de lang verwachte reactie van de katholieke kerk op het kindermisbruik in Ierland. Start de actie Nederland Doet. 2 dagen lang wordt vrijwilligerswerk gepromoot. En is er in Dordrecht een stille tocht voor het vermoorde meisje Millie. Dat was het voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer voor het eerst rond 7:50 hier op Nederland 3. Ik wens je nog een fijne avond en heel graag tot morgen.